Dit is Miles Buckens, de topscorer van Pinoquet. Met 15 treffers heeft hij er al in liggen. Pinoquet, de nummer 7 van de ranglijst, neemt het op tegen Den Bosch, de nummer 3. Voor de wedstrijd was er een minuut stilte voor het overlijden van Rob Bovenlander. De vicevoorzitter van Pinoquet. Hij overleed afgelopen donderdag op 67-jarige leeftijd. En vandaar deze minuut stilte. Indrukwekkende minuut stilte daar in het Amsterdamse bos. Eerste wedstrijd dit seizoen eindigde tussen Den Bosch en Pinoquet in de 2-1 overwinning voor Den Bosch. Dat was de eerste wedstrijd van dit seizoen. Toen scoorden voor Den Bosch Koen Beijen en Joppe Wolbert. Dit is Pinoquet met Dokje. Maar die bal wordt aangeraakt door Joppe Wolbert. Gaat door de benen van de stad. Daar maar geen doelpunt natuurlijk, want een eigen doelpunt kan niet in het hockey. Dus is het geen doelpunt voor Pinoquet. Wel een strafcorner voor Pinoquet. Die wordt daar van de lijn gehaald. En uiteindelijk is het Jack Waller, de Engelsman, die de rebound tegen de lijnstopper zijn lichaam aanpoest. Dus een terechte strafbal voor Pinoquet. En dan komt naar voren natuurlijk Miles Buckens, de topscorer. En hij scoort de 1-0 voor Pinoquet. Zijn 16e van het seizoen. En doelman Stadler van Den Bosch zat er nog wel dichtbij. Maar uiteindelijk was het 1-0 voor Pinoquet door Miles Buckens. Dan in de tweede kwart probeert Den Bosch iets aan die 1-0 achterstand te doen. En de kans komt er voor Mees Curvers. Zijn flat schat maar net naast. Wel via de grote teen van Hiddebrink. Blijft het dus 1-0. Dan een strafcorner weer voor Pinoquet met Miles Buckens en de redding van Stadler. Tikt die bal weg. Weer een strafcorner, maar daar zou uiteindelijk niets uitkomen. Ruststand 1-0 voor Pinoquet. Den Bosch op zoek naar die gelijkmaker. Dringt aan in die tweede helft. Strafcorner voor Pinoquet. Het is Tim Knapper met de variant op Sebastian Dokier. Maar zijn backhand gaat over het doel van Stadler. Dat was wel een mooie variant, maar niet goed uitgevoerd. Dan Timo Boers aan de andere kant. Ja, en hij is de strafcorner specialist van Den Bosch. Geweldige sleephoes heeft deze Timo Boers. Hij passeert hier Hiddebrink en de lijnstopper. Hij brengt de stand op 1-1. Zijn 13e van het seizoen. En Den Bosch gaat dan door. Dit is een foutje van Tim Knapper. Wordt opgepikt door Jasper Tukkers. Die ziet Koen Beijen meelopen. En die passeert van dichtbij Hiddebrink. Brengt de stand op 2-1 voor Den Bosch. Goeie goal van Koen Beijen. Zijn 7e van het seizoen. Maar de actie was natuurlijk prima van Jasper Tukkers. De aanvoerder van Den Bosch. 2-1 dus voor Den Bosch. Na dat foutje van Tim Knapper. Strafcorner Den Bosch. Sleeppoes van Timo Boers. Dit keer recht op Hiddebrink af. Die had daar geen problemen mee. Zo blijft het 2-1. Aan de andere kant kans weer voor Pinoquet met de strafcorner van Miles Buckens. Maar die pusht hem naast het doel van Stadler. Dan dit moment. Miles Buckens pikt die bal op met een vrije slag. Let op. Bal naar zijn backhand en dan met een grandioze backhand haal. Passeert hij doelman Stadler in de kruising. Wat een geweldige goal van deze Miles Buckens. Met de backhand in de kruising. Stadler kansloos. Je heeft die bal niet eens gezien, maar wel gehoord denk ik. 2-2 dus door Miles Buckens, zijn 7e van het seizoen. Maar aan de andere kant is het Timo Boers. Die laat zien dat hij een hele goede sleeppush heeft. Hij pusht deze bal binnen en zorgt dan voor de 3-2 voorsprong voor Den Bosch. Zijn 14e van het seizoen. Dan dit foutje van Van Hattem. Countertje van Den Bosch. Het is de Spanjaard Fiscanio. En dan Hiddebrink redt nog in eerste instantie. Dan Max Kreft goed teruglegt op Thierry Brinkman. En die scoort de 4-2. Zijn 7e van het seizoen. De van een hamstringblessure weer herstelde Thierry Brinkman brengt daar in Amsterdam de eindstand op 4-2 voor Den Bosch. Door de winst gaat Den Bosch als nummer 2 de winterstop in. En Pinoquet blijft 7e. Dit is de man van de wedstrijd. Timo Boers met 2 goals, maar ook Miles Buckens scoorde 2 keer.